Het nieuwe gebouw van de Hogeschool van Amsterdam is af. Het gaat om de faculteit techniek dat verhuisd is naar de kop van de Wibautstraat. Dit weekend wordt de omgeving voor het pand opnieuw ingericht. Weet u waar ze mee bezig zijn? Ik moet zeggen, nee, geen idee. Ik kom hier altijd langs, maar nee. Er wordt een nieuw gebouw gemaakt voor de HVA, voor de faculteit techniek onder andere. Heb jij zelf nou hinder ondervonden van de werkzaamheden hier? Nou, nu bijvoorbeeld, kan je bijna niet verstaan. Nee, eigenlijk niet. Wel iemand die zei dat je dan moet oversteken naar de andere kant, maar niet per se dat dat vervelend is. Wat zijn jullie hier aan het doen? De werkzaamheden die de gemeente momenteel uitvoert is de inrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe HVA-gebouw. De werkzaamheden bestaan allereerst uit het aanbrengen van extra groen aan de voorkant van het gebouw, zitgelegenheid, ook het terugbrengen van de kabels en leidingen en natuurlijk niet te vergeten het fietspad wat hier al een tijdje weg is, wordt ook weer opnieuw aangelegd. Dit weekend hebben we speciale werkzaamheden aan de Mauritskade. Er worden herstelwerkzaamheden vinden er plaats op het voor het asfalt. En dat betekent dat auto's aankomend weekend moeten omrijden. En dat staat aangegeven via de bebording. De werkzaamheden hebben best wel impact op de buurt. Allereerst ligt het fietspad en voetpad er al een tijdje uit. Dus fietsers en voetgangers moeten omlopen of omfietsen. Daarnaast aankomend weekend moeten de auto's omrijden. En in het algemeen, en dat horen we ook af en toe terug van buurtbewoners, er heeft best wel wat geluidsoverlast de afgelopen jaren plaatsgevonden. Om 7 uur 's morgens begint weer de bouwherrie. Dus gemiddeld slaap je 4 uur per nacht, dat 5 jaar lang. Die jaren daarvoor ook al ben ik geswitcht naar overdag werken. Dus ik heb best wel weinig geslapen. En dat heeft me best wel veel stress opgeleverd, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben heel blij dat het nu over is. Deze machine reinig ik het asfalt, zodat de lijmlaag voor het nieuwe asfalt, de kleef, goed kan hechten en het nieuwe en het oude goed aan elkaar vastzit. Het verkeer moet aankomend weekend er rekening mee houden dat de Mauritskade op dit stuk is afgesloten. Dus je kunt niet in één keer de Wibautstraat op. Dat wordt aangegeven via bebording. En deze omleiding die geldt vanaf vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur. En in de avonduren zal er dus daarom ook worden doorgewerkt om te zorgen dat het maandagochtend allemaal weer bereikbaar is. De werkzaamheden zijn naar verwachting klaar voor het nieuwe collegejaar, zodat alle studenten weer gebruik kunnen maken van een heel mooi nieuw HVA-gebouw. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.